Hallo, leuk lieve mensen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Rollercoaster Tycoon 2. En ja, we zijn eigenlijk bezig met een park. Ik heb een paar maandjes gewacht, maar we beginnen gewoon lekker weer met een nieuwe aflevering. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Nou, ik heb wat dingetjes aangepast. Ik zal gelijk even met jullie doornemen wat ik heb aangepast. Ik heb deze de gaybaan genoemd. En waarom? Ik zal het gewoon kort uitleggen. Ik vind het echt een gaybaan. Ja, ik vind hem gewoon nice voor mietjes. En toch gaan er een hoop mensen in. En dat vind ik een beetje raar. Dat hoort niet. Sorry dat het even bleef hangen. Maar toch, iedereen betaalt massaal voor deze achtbaan. Ik heb er ook 6,50 voor gevraagd. En ik denk dat ik er 7 euro van maak. En waarom? Omdat in die tijd dat ik heb gewacht, eigenlijk mijn prijs naar 15.000 is gegaan. Dat is echt fijn. Je moet gewoon wachten in de game en dan loopt het vanzelf op. Ik heb natuurlijk een paar maanden gewacht en daarom hebben we een nieuwe attractie binnengekregen. En dat is namelijk deze looping rollercoaster. En we krijgen er nog Swans. Swans. Ja, sorry mensen, maar het is een heel flauw grapje. Maar ik heb een nieuwe attractie en het is Swans. Wat flauw. Voor de mensen die niet weten wat Swans betekent, hou het zo. Gaat ook niet vragen aan je ouders. Maar het zijn echt Swans. Het zijn Swansjes. En Swansjes gaan we gewoon even op het water plaatsen. Ik bedoel, we gaan een plekje zoeken waar ze lekker kunnen swansen. Ik stel voor dat ik dit terrein selecteer voor de Swans. Of doe ik het... Wacht, ik doe het anders. Let op. Ik ga het helemaal anders doen. Ik ga gewoon weer een baantje maken voor de Swans. Zo, de Swans heeft ook recht op een leuke baan. En wat is er nou niet leuker dan gewoon de baan langs de andere baan te laten gaan. Dus ik bouw gewoon lekker random. Zo. Maak die scherp bochtje zo. Ja, je kan alleen scherpe bochten maken. Dat is het nadeel aan de Swans. Ik noem hem gewoon de Swans dadelijk ook, want ik vind het raar als we het gewoon geen Swans noemen, zeg maar. Oké, we hebben een hele lange entrace. Maar dat maakt niet uit. Ik heb trek in een koekje. Jij ook dirkje van me? En dan moet ik die zielige boompjes verwijderen. Eigenlijk best zonde. Nou, ik ga het pad maken aan de Swans. En dat is natuurlijk de rode, want we doen alle attracties met rood pad. Vorige keer hadden we eerst een groen pad en toen weer een andere kleur. En we houden gewoon het kleur van de... Zo, hoppakee. Nou, de Swans, ik noem deze gewoon lekker, jullie kunnen dat niet zien, maar wel als ik hem heb aangepast. Swans, en ik doe hem open. Kijk eens hoeveel boten, we hebben 6 boten. Nou, dat is mooi verdeeld. Ze zijn natuurlijk wit, want een zwaan is natuurlijk wel wit. En ik maak een witte baan, ik maak ook gewoon een groene baan, net als die andere. Zo. En dan maak ik wel iets, maak hem ook wit, net als die andere. Het geldbedrag. Nou, aangezien die andere boten 2,50 kosten, maak ik hier 3 euro van. Omdat Swansen wel natuurlijk wel duurder zijn. En veel leuker om in te gaan. Waarom gaat niemand daarin? Ja, er gaan een paar mensen erin. Die willen natuurlijk de nieuwe attractie, de Swans. Ik zou er ook heel graag in willen. Wat staat hier? I'm not going on rowing boat while it's raining. Oké, ze klagen gelukkig niet over de prijs. Dus dat kan ik zo laten. De Ferris wheel wordt ook goed bezocht. Dat is echt zo'n attractie die nu al in het begin al gewoon 242 bezoekers heeft getrokken. Maar als we dan kijken naar een achtbaan als deze... Die heeft er al gewoon 897. En de homobaan heeft er nu inmiddels al 820. En wat zeggen de mensen? I'm not going on gaybaan while it's raining. Nou, dat is een dubbel gay. Want ja, als ik in een achtbaan zou gaan en het regende, dan weet... Eigenlijk is het zo, als het regent en de baan wordt nat, dan gaat een achtbaan iets sneller dan normaal. Het is heel raar, maar dat is een soort van logica. Ik weet niet echt of het 100% klopt. Maar ik dacht het wel. Nou, ik wil ook een wat stoerder achtbaan gaan maken. Ik weet dat het veel geld kost. Maar we moeten echt wel een beetje investeren nu. En ik heb liever een wat grote stoerder achtbaan. De Bumblebee. Dat ziet er ook heel compact en leuk uit. Maar we kunnen ook kiezen voor gewoon de Rattlesnake. Maar als ik eerlijk ben. Vond ik de achtbaan die ik net zag wel echt ontzettend leuk. En deze vind ik ook ontzettend gaaf. Ik denk dat ik de Fizzle ga bouwen. Is een achtbaan van 8000 euro. Is flink een prijs. Maar zoals je ziet kan ik hem wel plaatsen hier. En waarom plaats ik hem niet daar? Omdat ik hem niet mooi vind daar. Ik ben misschien een zeur.
Met een goed humeur in Vincent Chauffeur. Maar ik denk dat ik hem hier wil plaatsen. Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn. Want ik vind het wel een hele geschikte locatie voor deze achtbaan. En hij is wel een klein beetje een te kleine ingang. Ja, want ik vind als je een wat langere ingang doet, dan heb je wat meer mogelijkheden. Dat is toch zo? Of ben ik nou uit mijn nek aan het praten? Nou, hij heeft in ieder geval ook een looping. En dat hebben we nog niet gezien. Dus dan kunnen we onderscheid maken aan de homobaan. Nou, laten we hem zo eroverheen doen. Oh, ik zit verkeerd pad te maken. Jullie zeggen ook helemaal niks. Zo. Hij gaat er overheen. Zo. En dan is het misschien leuk om hem nog langer te maken. Even kijken of dit gaat lukken, mensen. Dus dan gaat hij zo. Kom op. Zo. En dan gaat deze nog naar die kant. Dat doet hij niet. Dan moet ik daar wat laten weghalen. Maar er komen zoveel mensen. Ik kan dat pad niet weghalen. Hij gaat zelfs kijken naar die achtbaan. Ga niet kijken op die plek als ik het wil weghalen. Ongelooflijk. Misschien dat ik het wel zo kan doen. Juist. Gefixt. Je zag wat ik moet. Gaat het nou weer regenen? Het heeft net geregend. Nou, wat ik nou slim doe is... Ik maak hier de ingang. En waarom zou je denken van Vincent, wat is daar slim aan? Nou, als mensen nou uit de uitgang komen van deze achtbaan, dan kunnen ze gelijk in de midden oversteken om nog een keer te gaan. Hé, hey, ik zet hier bankjes neer. WC staat daar. Ik ga het aandurven dat mensen niet gaan kotsen. Als ze gaan kotsen, bouw ik hier gewoon nog een wc. En ik zit nou bij de gaybaan, dat moet ik niet hebben. Dit is de Fizzle. En we noemen hem... We noemen hem gewoon Fizzle, maar we gaan hem wel gelijk... Nou, looping erbij, 7,50. Of maak ik hem gelijk 8 euro? Ik doe eens gek, ik maak hem gelijk 8 euro. Hij heeft 2 terreinen van 6 cars. Nou, dat is leuk. We gaan hem openen en dan ben ik heel benieuwd wat de mensen ervan vinden. Er zijn nog geen testresults, dus er zullen niet gelijk mensen ingaan. En ik mis ook het infokraampje, het infokiosk voor de parapluutjes. Ik hoop dat dat snel wordt ontwikkeld door ons Research Lab team. Maar ik zie nou dat de laatste attractie was natuurlijk de Swans en de loopingbaan. Maar de Gentle Ride komt eraan, dus er komt helaas komt er geen attractie aan. Chainlift mag wat sneller. Zo. Nou, ik ga het achtbaantje volgen. Ik heb wel zin om even de Fizzle te kijken hoe die gaat. Ik zal hem van deze kant kijken. Dan kunnen jullie ook rustig meekijken. Nou, maakt een looping. Dat is fijn. Dat is lekker, weet je wel. Maakt hij een bochtje. Dan gaat hij zelfs door de looping heen. Dat is natuurlijk fantastisch. Nou, maakt hij een bochtje. Nog een lekker strak heuveltje. Maakt hij een mooie bocht. Verliest die snelheid, maar krijgt die snelheid gelijk weer op. Hij heeft een lekker snelheidje en gewoon een lekker vaartje heeft hij. Ik wil niet zeggen dat het echt snelheid is. Oh, hier gaat hij wel lekker de snelheid erin krijgen. Nou, ik vind het een hele mooie baan. Het is weer niet zelf gemaakt. Maar ik ben wel van plan om later een wat grotere attractie hier te bouwen. Hierachter loopt hij dan. Maar voor nu toe hebben we dan een goede achtbaan. De results zijn hopelijk binnen nog niet. Dus mensen zullen het nog niet in de achtbaan zien. Alleen deze meneer de bewaker. De security guard. En die meneer noemen wij... Boris Bewaker. Dat is wel een leuke naam, toch? Ik weet trouwens ook, als je een naam noemt voor een gast, en die noem je bijvoorbeeld Chris Sawyer, dan krijg je iets. Ik weet niet wat. Maar dat is een soort code. En ik weet niet wat je krijgt dan. Maar als je bepaalde namen geeft aan bezoekers, dan gebeurt er iets in je park. Is er iets ontploft? Nee, maar het is wel ontzettend druk. En ook hier is het echt behoorlijk druk. Er staan ook helemaal geen prullenbakjes en stoeltjes. Dus ik maak gewoon een paar stoeltjes en ik plaats een paar van die lampionnetjes. Zo, hier is het trouwens een gezellige boel. Ik heb gemerkt dat heel veel mensen patat kopen. En hoe zie je dat? Hoe mensen patat kopen? Die hebben ze een soort van wit bakje hebben ze dan. Zie je? Ze dragen een soort van... ik kan niet verder inzoomen, maar ze hebben een soort van wit papiertje. Hier zit er ook een met een wit papiertje. Hier zit een kotsmisselijk mannetje. Echt jammer dat je misselijk wordt in de gaybaan. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Die mensen hebben echt zo'n lage factor. Gaan mensen in de nieuwe looping achtbaan? Ja hoor, mensen gaan erin. Mensen gaan erin. Zeggen mensen al iets over de prijs? Helemaal niks. Maar het is wel een stoere achtbaan. Hi, hi, medium staat erbij. De Fizzle. Yes, Fizzle my nizzle. Ik had ook nog thematisatie nog aangebracht. Een paar van die boompjes hier aan de zijkant. Ik kan niet heel veel doen. Ik kan wel bouwen, maar we hebben heel weinig attracties. En de attracties die we hebben... Haunted House gaan we krijgen op de 22e van oktober. Dat is over 10 dagen.
Het enige wat ik kan bouwen is de rit in de karretje. En de... Even kijken. Nou, en de stoomlocomotief. Dat zijn allebei een beetje rit in de karretje. We kunnen het stoomlocomotiefje... door het park laten gaan. Maar ik zie hier nog wat belangrijk is. Dat er weer heel veel gekotst wordt hier bij het reuzenrad. Ik had het gewoon niet verwacht. Om bij het reuzenrad dat mensen gaan kotsen. Echt waar, wat een poesjes. Nou goed, die handyman heeft een stuk pad tot zich genomen. En er zitten mensen in de achtbaan. Het is nog niet heel druk, maar ik hoop dat het hier wat drukker wordt. Maar ik zat te denken, zal ik een stoomlocomotiefje bouwen en om het park laten gaan? Is wel ontzettend leuk, denk ik zelf, bij mezelf. Ik denk dat het wel... Ja, ik heb liever een monorail. Maar ik denk dat een treintje ook wel erg leuk kan zijn. Het is jammer dat ik hem net hier niet onderdoor kan maken. Maar dat kan ik heus wel. Mensen denken van, hoe ga je dat doen, Vincent? Ik wil het nu weten! Moment geduld. Even gewoon geduld. Het begint weer te regenen. Ongelooflijk. Het is alleen maar aan het regenen in mijn park. En ik mis die kiosk. Het is alsof ze het gewoon expres doen. Of het is gewoon kutklimaat. Oh, minder prettig kutklimaat bedoel ik. Om het even netjes te houden, hè? Zo, huppakee, mensen mogen hier niet meer stoppen. Zo. Oh, die verdrinkt bijna. Oh, maar hij liep net op het pad. Kijk, en als het goed is kan hier een treintje door. Een treinrailsje. Onderdoor, hè? Let op. Shit! Moet hij dan eentje naar beneden? Mensen, ik ga het fixen. Mensen. Rustig. Ja, zie je, het kan gewoon. Maar hier lopen zoveel mensen dat ik amper dit kan fixen. Ik hoop niet dat er iemand verdrinkt. Want ik heb het pad wel heel erg vervelend weggehaald. Nee, er is niemand. Nee, niemand verdrinkt. Mooi. Nou, ik bouw natuurlijk nu de verkeerde kant. Dat is de uitgang. Maar dan weet ik wel hoe het spoor ongeveer moet lopen. Nieuwe attractie, Haunted House. Nou, ik laat deze nog even in de bouw. We gaan eerst dat Haunted House neerzetten, het spookhuis. En ik dacht, ik ga dit ook gewoon plek geven hier. Ik ga hier ook gewoon opbouwen. En waarom maken we de attractie niet wat hoger? Op zich kan dat helemaal geen kwaad. Nou, ik maak de uitgang natuurlijk. Die moet één naar onder. Zo. Voilà. En dan kunnen we hier ook wat bankjes neerzetten. Zo. En lantaarnpaaltjes. Zo. En voor deze gang van zaken heb ik eigenlijk een rood pad nodig. Zo, die gaan we zo maken. Het lijkt me leuk om hem zo. Dat is het makkelijkste wat we kunnen doen, denk ik. Zo, heb ik. Die gaat er gewoon omheen. En we maken hem open en we maken hem gelijk 1,40. Dat is een mooie prijs. Nou, deze achtbaan wordt nog niet veel bezocht, maar waarschijnlijk omdat het regent. Kijk. Maar mensen zijn wel enthousiast hierover. En ik zie niemand hier kotsend. Ja, hier, deze meneer, maar die voelt zich een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Niet lekker. Dat is wel netjes gezegd. Die voelt zich gewoon niet lekker. Dus we gaan de stoomlocomotief afbouwen. Want het is nou gewoon weer mooie overdag. En dan vind ik het gewoon fijner om te bouwen. Klinkt dat nichterig? Ik hoop het niet. Er ligt wel kots daar. Potverdorie. Nou, ik weet dat hier de achtbaan ligt. En dat ik inderdaad een beetje moeite heb. Maar ik moet er gewoon omheen bouwen. En ik denk dat daar de looping is dat ik daar ook omheen moet. Dus dan maak ik hier nog een bend. Zo. En die gaat gewoon achter deze attractie door. Nou, is dat niet fantastisch? Ik vind het helemaal fantastisch hoe deze achtbaan of attractie tot stand komt. We gaan praten met de maker van deze attractie. Hallo Vincent. Hallo! En hoe ben je op het idee gekomen om een stoomlocomotief te bouwen in je park? Nou ja, dat was geen monorail, want dan had ik gewoon een monorail gemaakt. Deze mensen moeten echt weg. Nee, wacht even. Ja, die mensen zitten echt in de weg. Die moeten echt even de taco pakken. Ik ga gewoon hier zo. Ik sleep me gewoon weg van dat bankje. En dan kan ik gewoon dit allemaal slopen. Want dit schiet gewoon niet op. Zo. En wat ik nou doe is... Kijk, wacht even mensen. Kijk, die mensen zitten te kijken naar hoe ik die monorail... Of die... Dat ding maak. Oh nee! Oeh!
De verdrinktrein, ik moet hem helpen. Help hem, drowning. Alsjeblieft, ik heb je geholpen, aap. Ik zal met de pad moet ik weghalen. Ik moet dit slopen. Kijk, want hier gaat hij namelijk naar onder. Maar hij moet al eerder naar onder. Dus wat ik hier doe is zo en zo. En nu zal je zien dat ik een pad kan maken over deze... Ik zit wel echt te knoeien, ik weet het. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Don't worry, het gaat me goed lukken. Want ik zet ook gewoon die bankjes die ik net heb geslopen, zet ik gewoon weer terug op de plek waar ze stonden. Met leuke lantaarnpaaltjes. Nou, dat ziet er gezellig uit. We gaan verder met deze attractie. En die gaat denk ik gewoon een rondje om het water. Ik weet niet of hij hier onderdoor kan, maar ik vraag het niet. Hij gaat gewoon lekker langs de attractie. Dus ik ga gewoon lekker bouw. En zal ik hem dan gewoon ook... even kijken hoor. Ik zal hem gewoon langs de boot doen. Hier zo. God, Finn, kom op. Zo. Pili, pili, pili. En die Vincent, ik doe het gewoon weer even hoor. We hebben een leuk treintje nu door het park. Nou, het ziet er hartstikke leuk uit. Cute. Wordt het 3 treinen? Dat is een beetje te veel. Ik maak gewoon 2 treinen van 5. En hij vertrekt wanneer een ander op het station komt. Ik maak er een bedrag van €1 of €3. Want het is toch wel een flinke rit. En nou moet ik nog een ingangspad maken. En dat gaat goed komen, want we kunnen hem namelijk... Kunnen we onder attractie door laten? Ja, kijk eens. Zo, kijk eens. En natuurlijk een uitgang, anders gaan mensen verdrinken. Dat willen we natuurlijk wel. Nee hoor, dat willen we niet zo. Huppakee. Ik ben benieuwd of mensen erin gaan. Ik noem me natuurlijk een naam. Ik zeg dat die heet Treintje Oosterhuis. Dat vind ik een leuk, vind ik gewoon een leuk woordgrapje. Nou, er staan 2 treintjes. Ze hebben echt poepkleuren. Maar eentje vertrekt er al, terwijl er nog geen eens een bezoeker in zit. Dat is gewoon echt de kwaliteit van mijn park. Ik maak het treintje gewoon lekker pikgeel. Met zwart en rood. Ja, dat vind ik er leuk uitzien. Zwarte treintjes, hartstikke leuk. Leuk stoomtreintje trouwens. Ik vind hem echt heel leuk. Stoomtrams with covered trains. Oké, moment. Ik sluit hem nog even. We doen deze. En waarom? Dan heb je dus overdekte treintjes. Dat ziet ten eerste leuker uit. En als het regent, dan gaan mensen erin. Ik ga de video stoppen voor vandaag. Het is een lange video geweest. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende aflevering Rollercoaster Tycoon. Doei!